Als je op vakantie gaat, een lang weekend weg bent of gewoon eventjes niet aan het werk bent, is het wel zo handig om een out of office in te stellen. Hoe je dat doet op zowel je smartphone als computer laat ik in deze video zien. Ben je in een bepaalde periode niet bereikbaar via de e-mail, dan is het wel zo fijn en netjes om een automatisch antwoord in te stellen. Dat bericht krijgen mensen dan te zien als zij jou een e-mail sturen als reactie. In het bericht kun je bijvoorbeeld aangeven wanneer je wel weer aanwezig bent of de contactgegevens van de directe collega delen, zodat die mensen met hen contact kunnen opnemen. Het instellen van een automatisch antwoord kan in allerlei verschillende e-maildiensten en het werkt allemaal net iets anders, maar in dit voorbeeld gebruiken we Gmail. Ik laat eerst zien hoe je dit doet op een Android telefoon, dus pak je smartphone erbij en open vervolgens de Gmail app en dan tik je linksboven op de drie streepjes en dan veeg je naar beneden totdat je instellingen ziet. Hier tik je op je e-mailaccount en dan ga je weer naar beneden totdat je de optie automatisch antwoord ziet. En hier kun je vervolgens een onderwerp en het bericht instellen en kiezen welke dagen die automatisch antwoord wordt getoond. Als je hiermee klaar bent, tik je rechtsboven op klaar. Natuurlijk kun je ook op je computer een out-of-office bericht instellen. Ga daarvoor eerst naar de Gmail website op gmail.com en dan druk je op het tandwieltje. Vervolgens tik je op alle instellingen bekijken en dan ga je naar beneden totdat je automatisch antwoord ziet. Daar kun je alle gegevens invullen en als je dat hebt gedaan, klik je onderaan op wijzigingen opslaan en dan is het bericht ingesteld. Hopelijk is alles gelukt. Zo niet, check dan even de geschreven tip in de beschrijving hieronder of stel je vraag in de reacties hieronder, dan helpen we je verder. Bedankt voor het kijken, like deze video ook eventjes en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal van Android Planet voor meer handige tipvideo's.